Zowel de decentralisatie van de uitvoering van overheidstaken als de overdracht van overheidstaken naar het niveau van de Europese gemeenschap vereist dat het nationale niveau, wil het van gewicht blijven, meer dan ooit moet worden geconcentreerd op taken van strategisch belang. Dit klemt des te meer indien wordt bedacht dat de economische structuur steeds minder zal worden bepaald door lokale en nationale overwegingen en belangen. Deze gedachtegang leidt als vanzelf naar de opvatting dat departementen zullen moeten worden omgevormd tot centra van strategische beleidsvorming. Deze centra houden zich bezig met globale beleidsontwikkelingen en zijn belast met de controle op de uitvoering van het beleid. Dergelijke departementen zullen in de nieuwe opzet met tussen de 500 en 800 ambtenaren toe kunnen. Overigens wel ambtenaren die voor een deel over andere bekwaamheden beschikken dan het huidige personeel. Een deel van hen zal het beste hebben te leveren op het gebied van strategische beleidsontwikkeling. De taken van de politieke leiding liggen in dit bestuur op afstand, op het terrein van strategische beleidsontwikkeling en op het terrein van de globale toetsing en controle van de uitvoering. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt op deze manier tegelijkertijd verdiept en beperkt. Verstandige taal van Becker, zult u denken. Dat is deels waar. Het is verstandige taal, maar niet voor mij, maar van Pim Fortuyn, uitgesproken in zijn oratie als eerste hoogleraar op de Alberda Leerstoel op 14 februari 1991. Een mooie oratie met de intrigerende titel Een toekomst zonder ambtenaren. Hij schetst daarin een beeld van de overheid in een sterk veranderende context, waarbij traditionele koepels verdwijnen en de EU sterk aan betekenis wint. Zijn ideaal is een overheid die bestaat uit een aantal zeer kleine kernministeries. Die houden zich bezig met het formuleren van beleid en het geven van opdrachten aan zelfstandige publieke of private uitvoeringsorganisaties. De ambtenarenstatus verdwijnt en er wordt een arbeidsvoorwaardenpakket ontwikkeld waardoor de overheid succesvol op de arbeidsmarkt kan concurreren om de beste kwaliteit aan te trekken. Ik kwam die oratie tegen bij het opruimen van mijn kasten en laden in een map waarin ik altijd interessante stukken stopte. Een groot deel van zijn betoog sprak me zowel toen als nu aan. De continuïteit in de opvattingen van de bekleders van deze leerstoel is kennelijk heel groot. De overheid is te groot en te log. En dat zit op rijksniveau vooral in de Haagse beleidskernen. Die vertonen in de praktijk een grote afslankingsresistentie, wat aanleiding was voor een beschouwing in de laatste staat van de ambtelijke dienst. Hoe dichter bij Den Haag, hoe minder afslanking. Een mooie illustratie is de uitspraak van minister Opstelten in het blaadje ter gelegenheid van de nieuwbouw van BZK in Justitie. De minister vertelde daarin dat hij zeer tevreden was, met name ook over zijn eigen verdieping. Maar als hij uit de lift kwam, vond hij de wachtruimte wel wat erg leeg. Daarom hebben we daar meteen een ambtenaar neergezet om het wat te verlegeren, aldus de minister. Dat is in het klein een illustratie, maar zo gaat het ook in het groot. En dan niet om het aantrekken van een vriendelijke suppost, maar ook als het gaat om beleidsmedewerkers. Een paar cijfers ter illustratie. In 2007 hadden de beleidskernen een omvang van 10.816 FTE. Ultimo 2011 waren dat 10.843 FTE, dus 30 meer. Die uitsplitsing naar beleidskernen en andere onderdelen is in de jaarrapportages van het Rijk na 2011 niet meer opgenomen, maar uit antwoorden op Kamervragen over de miljoenennota 2014 was op te maken dat de beleidskernen ultimo 2012 een omvang hadden van 10.310 FTE, dus nauwelijks minder dan in 2007. Dit ondanks het feit dat de secretarissen-generaal in hun rapport van 2006, de verkokering voorbij, hadden aanbevolen vooral de beleidskernen fors af te slanken en het aantal daar werkzame beleidsambtenaren met 20% in 4 jaar te verminderen. De totale afslanking van het Rijk is in die jaren ruimschoots geslaagd, geen misverstand daarover. Het doel om in 4 jaar 12.800 functies te schrappen is meer dan gehaald, maar dat zat vooral in de uitvoering en de ondersteuning van de geplande afslanking van de beleidskernen is niks terechtgekomen. Minister Blok, verantwoordelijk voor de Rijksdienst, denkt daar anders over en meldde in de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 dat, ik citeer, de Haagse beleidskernen de afgelopen jaren substantieel kleiner zijn geworden. Tussen 2010 en 2013 is het aantal FTE met 5,2% afgenomen
na een forse afname in het vorige decennium, aldus de minister. Waar hij dat op baseert, is mij niet duidelijk. Het geldt, zoals ik aantoonde, niet voor de periode 2007-2010. En ik weet zeker dat men niet beschikt over betrouwbare cijfers over de omvang van de beleidskernen in de periode 2000 tot 2006. Die zijn er gewoon niet. Het is overigens niet alleen de omvang van de overheid die zorgen baart, ook de kwaliteit is een punt van zorg. Gemakkelijk wordt gezegd dat we een goede overheid hebben die zich kan meten met overheden elders. Dat mag zo zijn, maar dat zegt niet veel over de kwaliteit. Als je over een lange periode kritisch kijkt naar de overheid, dan is onmiskenbaar de conclusie dat er te veel niet goed gaat. Ik wijs op de vele kritische rapporten van de Rekenkamer en de Ombudsman. Ik wijs op de vele mislukte of te dure IT-projecten. Ik wijs op de situatie bij de Belastingdienst en zo is er nog veel meer te noemen. Waardoor wordt verklaard dat onze overheid te groot en kwalitatief niet goed genoeg is? Ik noem drie factoren die een rol spelen, die met elkaar samenhangen ook. In de eerste plaats een grote nadruk op crisis en incidenten, waarbij van de ministers persoonlijk wordt verwacht dat ze iets doen. Tweede plaats de overproductie van beleid. En ten derde gebreken in managementkwaliteit. Ministers houden zich helemaal niet overwegend bezig met strategische beleidsontwikkeling, maar hollen voortdurend achter allerlei crisis en incidenten aan. Problemen en probleempjes, risico's en ongelukken komen alle op hun bord terecht en wee hun gemeente als ze enige afstandelijkheid vertonen of voorzichtig stellen dat ze er niet over gaan. De maatschappij verwacht directe oplossingen en wil zeker niet horen dat een probleem onoplosbaar is of vanzelf alweer overgaat. Het draagt in sterke mate bij aan de tweede factor, de overproductie van beleid. Er kan zich geen rimpeling in het maatschappelijk leven voordoen of er komt een beleidsreflex op gang. Die wordt veelal ingeleid door de media, gevolgd door Kamerleden, die eisen dat er onmiddellijk maatregelen worden genomen. De onderste steen moet bovenkomen, is de gebruikelijke uitdrukking. Bij dreigende gevaren wordt geëist dat de overheid direct actie onderneemt en de risico's niet alleen reduceert, maar ook volledig uitbandt. De beleidsbureaucratie pikt die signalen met graagte op, er worden commissies ingesteld. Het resultaat is nooit om iets niet te doen, integendeel. Het resultaat is ook altijd dat het onderwerp naar de minister toe wordt gehaald, nooit het omgekeerde. Van ministers wordt verwacht, een andere uitdrukking in het Haagse, dat ze er bovenop zitten en daar heb je veel ambtenaren voor nodig. Het verklaart in belangrijke mate waarom de beleidskernen zo groot blijven en ook waarom nog politiek, nog maatschappelijk men zich daar een moment druk over maakt. Want de aanwezigheid van een omvangrijk beleidsapparaat is een garantie dat voor elk vraagstuk, hoe klein ook, altijd wel een ambtenaar beschikbaar is. Het is maar een kleine 10% van de totale ambtelijke capaciteit die in Den Haag zit, dus waar zou je je druk over maken? Het is ook een systeem dat zichzelf in stand houdt. Een verstandige beleidseenheid zorgt ervoor dat de driehoeksverhouding beleid, belangengroepen en Kamerleden goed gevoed wordt, al dan niet met behulp van de media. Het is echt niet zo moeilijk om een langzaam uitdovend beleidsvuurtje zo nu en dan weer even op te stoken. Betrokken lobbyisten, maar ook het Kamerlid dat alleen dit onderwerp in zijn portefeuille heeft, zullen daar graag aan meewerken. Bestaand beleid wordt, ook al is het verouderd, bijna nooit afgeschaft. Als er al kritiek is, wordt die ondervangen door verfijning van het beleid of vergroting van de capaciteit. Voor zeer urgente nieuwe prioriteiten is het veel gemakkelijker om nieuwe mensen aan te trekken dan bestaande capaciteit te benutten, zeker als die van een ander ministerie moet komen. Een SG die uit zichzelf streeft naar een klein beleidsapparaat krijgt van zijn eigen ambtenaren te horen dat daardoor belangrijke, juist de minister rakende activiteiten in het gedrang zullen komen. Ga dat als SG maar eens aan je minister uitleggen. Die speelt de bal meteen weer terug met de mededeling dat een beetje SG zoiets wel regelt. Een paar voorbeelden die ik trouwens ook tegenkwam bij het opruimen van de kast. Prachtig is het voorbeeld van de discussie over het grote wild in de Oostvaardersplassen. Daar was sprake van een beleid waarbij natuur zijn gang moest kunnen gaan, met als gevolg dat er soms sprake was van een behoorlijke sterfte van het grote wild daar. De hekrunderen, de koninkpaarden en de edelherten. Succesvol beleid tot er een keer op tv te zien was hoe zielig een stervend koninkpaard is. Het was een start zijn voor een ongekend grote serie intensieve kamerdebatten waarin werd gepoogd een oplossing te vinden voor dit onoplosbare dilemma, met als hoogtepunt in mijn visie een motie over het soort stro dat in de winter bijgevoerd zou moeten worden. Een ander voorbeeld kwam ik tegen in mijn oude VWS-stukken en betrof de verslavingszorg. Groot probleem, verslaving aan drugs, snoep, alcohol, tabak, wat iets meer zei.
Daarvoor is veel en kostbaar beleid ontwikkeld met soms redelijke en vaak teleurstellende resultaten. Maar het doemen steeds nieuwe vormen van verslaving op. In de Trouw van 17 oktober 2006 werd melding gemaakt van een initiatief van GGZ Noord en Midden-Limburg om te komen tot een polykliniek voor mensen met een koopverslaving. Dit trok de aandacht van de toenmalige minister die de vraag stelde onder welke DBC dit viel. Weer een voorbeeld van wildgroei in de GGZ aanpakken, zo schreef hij in niet misverstane termen op het krantenknipsel. Hij hoopte waarschijnlijk dat het bericht een kanaar zou zijn of een verlaten 1 april grap. Voor zover al enigszins serieus dat het met een simpele pennenstreek gecorrigeerd zou kunnen worden. Maar hij had buiten de waard gerekend. In een nota van 2 pagina's van de beleidsdirectie die dit allemaal precies had uitgezocht, werd uiteengezet hoe het in elkaar zat. Ik citeer, koopverslaving kan omschreven worden als een in frequente periodes aanwezige onweerstaanbare drang tot het impulsief kopen van zaken die men niet nodig heeft en of niet kan betalen. De patiënt voelt bij vlagen een groeiende spanning die slechts met behulp van koopgedrag is te onderdrukken. Ondanks dat de uitgevoerde handelingen als zinloos worden ervaren, besteedt hij of zij hier onevenredig veel tijd aan met een duidelijke verslechtering in psychosociaal functioneren en financiële problemen tot gevolg. De stoornis, zo gaat de nota verder, staat op de nominatie om bij de eerstvolgende aanpassing van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders toegevoegd te worden als impulsief-compulsieve stoornis. Het is de bedoeling dat deze stoornis gedefinieerd wordt als onderdeel van een zelfstandig spectrum van zogenaamd obsessief-compulsieve stoornissen. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat de prevalentie van koopverslaving in de volwassen populatie ligt tussen de 2 en 8%. Vrouwen zijn hierbij ruim in de meerderheid. Op grond van een enquête via internet is geconcludeerd dat ongeveer 54% van de vrouwen en 29% van de mannen zich koopverslaafd noemt. Al dus de nota van de beleidsdirectie. De minister had misschien nog even het idee dat koopverslaving een probleem was waar men vooral zelf verantwoordelijk voor was en dat het beleid hier niets te zoeken had. Laat staan dat hiervoor collectieve middelen zouden moeten worden uitgetrokken. Maar daarmee had hij toch duidelijk onderschat op welke wijze zorgbeleid soms tot stand komt. Nog een voorbeeld, ook uit mijn VWS-tijd, betrof de drang om zelfs voor het aanpakken van de kleinste sociale rimpelingen of het stimuleren van de geringste maar goed bedoelde maatschappelijke initiatieven nog subsidies beschikbaar te stellen. VWS subsidieerde daarom op grote schaal sportbonden die zonder subsidie niet zouden kunnen bestaan. Dat was de redenering. Pas toen het besluit werd genomen om die subsidies af te schaffen, werd duidelijk wat zich in de loop der jaren in de driehoek van ambtenaren, sportlobby en politiek had ontwikkeld. Hoogtepunt vond ik de subsidie van 30.000 euro voor de Algemene Nederlandse Sjoelbond. Een subsidie overigens waarvan de toekennings- en controlekosten ongetwijfeld het meervoud waren. Groot deel van de omvang van de kerndepartementen bestaat uit ambtenaren die zich bezighouden met subsidies die in veel gevallen nauwelijks rendement hebben. Bij VWS bleek dat bij het opheffen van de subsidie voor sportbonden zich helemaal niet de dramatische ondergang van de sportwereld voltrok die de sportkoepel NSC-NSF bij monden van de oud-staatssecretaris Terpstra had voorspeld, maar dat de bonden zelf door wat efficiënter samen te werken makkelijk hun eigen broek konden ophouden. Een laatste meer recent voorbeeld van het naar je toe halen als beleidskern van steeds meer werk en bijbehorende verantwoordelijkheid was het voornemen van minister van VWS Schippers om bij VWS te komen tot een zorgloket waar burgers met klachten over de zorg terecht zouden kunnen. Je zou denken dat burgers zich daarvoor vooral moeten wenden tot de zorgverlener. Maar het was niet genoeg en zelfs deze minister kon de verleiding niet weerstaan om te komen tot een ambtelijk zorgloket. Niet bij de inspectie, waar je nog iets bij had kunnen voorstellen, maar op het departement. Het is er inmiddels en het heet Landelijk Meldpunt Zorg. Het wordt gerund door het ministerie en vertelt burgers dat ze vooral met hun klachten bij de zorgverlener moeten zijn. Toegevoegde waarde nul. Kosten aanzienlijk, gebruik waarschijnlijk niet of nauwelijks. De overheid heeft echter laten zien te willen luisteren naar de klagende burger. Over een paar jaar zal ongetwijfeld een motie worden aangenomen op grond waarvan het meldpunt actiever op zoek moet gaan naar klachten. En zal de minister onder druk in de Kamer toezeggen dat de omvang van de desbetreffende afdeling zal worden uitgebreid. Het zijn maar een paar voorbeelden, toevallig op het terrein van VWS, maar bij andere ministeries is het niet anders. Pratend over verslaving, als er ergens sprake is van verslaving, dan is het wel de Haagse beleidsverslaving.
Er komt alleen maar iets bij en er gaat ook nooit wat af. Het is een verschijnsel trouwens dat niet beperkt is tot Den Haag. In alle andere landen om ons heen bestaat het ook. Het is zelfs zo erg dat ook als expliciet besloten is om beleid af te schaffen, toch blijkt dat er in het vigerende beleid een soort ingebouwde bescherming zit. Een prachtig voorbeeld daarvan vind ik het voornemen, ook in het regeerakkoord bezegeld, om af te geraken van de individuele toeslagen. Zorgtoeslag, huurtoeslag enzovoort. Prachtig idee. Einde van een grote administratieve ellende zou daarmee worden gerealiseerd. Edoch, iedereen had weer buiten de waard gerekend en staatssecretaris Wiebes moest onlangs aan de Kamer berichten dat helaas de voorziene sanering niet plaats kon vinden. In ieder geval niet op korte termijn. En als iets niet op korte termijn kan plaatsvinden, dan is het politiek oninteressant. Dus ik vrees dat wij nog heel lang van die individuele toeslagen met honderden ambtenaren die daarvoor nodig zijn en de grote gevallen van fraude zullen, ik kan niet zeggen plezier hebben, maar we zullen daarmee geconfronteerd worden. De kwaliteit, met name de kwaliteit van het management. Ik ben daar ook niet onverkort positief over. Hier wreekt zich in de eerste plaats dat gewerkt moet worden in een context die niet gunstig is voor goed management. Regelmatig bemoeilijken politieke beslissingen goed management. De verantwoording is volstrekt doorgeslagen en kent tolerantiegrenzen die goed management onmogelijk maken. 1% mag er slechts misgaan. Schoonmaakwerkzaamheden en dergelijke die zo succesvol waren uitbesteed, moeten weer door ambtenaren worden gedaan. Ook het beleid ten aanzien van externe inhuur of ten aanzien van aanbestedingen heeft weinig te maken met goed management. Regelmatig wordt te weinig tijd genomen voor een goede voorbereiding van beleid, omdat om politieke redenen deadlines moeten worden gehaald die niet haalbaar zijn. Te vaak wordt om politieke redenen optimistische schattingen gemaakt die vervolgens negatief uitpakken en dan krijgt het management de schuld. Ook is regelmatig sprake van politieke compromissen of verfijningen die een acuut politiek probleem oplossen, waarvoor de uitvoering desastreus uitpakken. De Belastingdienst kan daarover meepraten. Het is overigens geen verschijnsel dat tot ons land beperkt is. Anthony King en Ivor Crewe hebben onlangs een interessant boek geschreven getiteld The Blunders of Our Governments. Daarin analyseren ze uitgebreid een grote serie blunders van de Britse overheid. Er blijken daar ook bij ons bekende blundergebieden te bestaan. Openbaar vervoer, systemen voor sociale uitkeringen en toelagen, paspoorten, elektronisch patiëntendossier, dat soort gebieden. De oorzaken, volgens de auteurs, liggen vooral binnen de politieke en ambtelijke overheidsorganisatie zelf. Ze noemen als verklarende factoren cultural disconnect, groupthink, prejudice and pragmatism, operational disconnect, panic, symbols and spin. Ze beschrijven hoe men in de politiek ambtelijke kluwen vooral naar elkaar kijkt, gaat geloven in de zelfbedachte oplossingen, waarbij vervolgens elke kritiek wordt vermeden of afgeserveerd. Allemaal zeer herkenbaar. Goed is dit te zien daar waar projectmatig gewerkt moet worden, en dat is vaak het geval bij de overheid. Bijna elke kritische analyse van een overheidsproject laat zien dat regelmatig de wetten van goed projectmanagement met voeten worden getreden. Er moet bij een project een duidelijk van tevoren gedefinieerd resultaat zijn en je mag niet naar een volgende fase gaan als niet de voorgaande fase behoorlijk is afgesloten, om eens wat principes van projectmatig werken te noemen. Ook dat staat haaks op het politieke bedrijf, waarin men het gewenste resultaat het liefst voortdurend blijft aanpassen en de voorgaande stappen over wil slaan. En wanneer een eenmaal in gang gezet project waarin een eenmaal in gang gezet project niet snel gestopt zal worden uit vrees voor reputatieverlies. Bij bouwprojecten is zoiets fataal, zoals we allen weten. De Sagrada Familia in Barcelona is het enige succesvolle bouwproject waarvan het resultaat niet van tevoren was bepaald. Politici hopen dat al hun projecten Sagrada Familia zullen zijn. Het management bij de overheid vindt plaats in een grondwettelijke structuur waarin de verkokering besloten ligt. Volgens artikel 44 van de grondwet worden bij KB ministeries ingesteld en vervolgens ministers met de leiding daarvan belast. Ministeries, daar gaat het om in onze staatsrechtelijke organisaties. Ministers nemen de besluiten. We kennen niet, zoals de Scandinavische landen, maar ook bij ons op gemeentelijk niveau, een systeem van collectieve besluitvorming. De minister beslist, gehoort de ministerraad. De ministerraad besluit krachtens artikel 45 van de grondwet alleen maar over het algemeen regeringsbeleid.
Dat voldeed in een tijd dat de maatschappelijke problemen zich hielden aan de indeling per ministerie. Maar dat is al geruime tijd niet meer het geval. De problemen overschrijden traditionele grenzen en vereisen een aanpak waarbij allerlei onderdelen van het Rijk intensief met elkaar samenwerken en ook met partners van andere overheden en de private sector. Daarvoor is onze staatkundige structuur niet erg geschikt. Om dat op te lossen zijn vaak arbeidsintensieve coördinatiestructuren bedacht met alle nadelen van dien. Of werd geëxperimenteerd met ministers zonder portefeuille, soms programmaministers genoemd, die over het algemeen echter nogal meewarig werden bekeken en veel tijd kwijt waren aan het zich verwerven van een plaats onder de Haagse zon. Interessant is dat nu ook bij de Europese Commissie gewerkt gaat worden met een soort programmacommissarissen. Het enthousiasme hiervoor, nu het gaat om onze kandidaat voor de commissie, staat opmerkelijk genoeg enigszins in contrast met de scepsis over de positie van de programmaminister bij onszelf. We zullen zien. Het aanpakken van hedendaagse vraagstukken vereist een afstemming en integratie die in onze staatkundige organisatievorm lastig zijn op te brengen, zeker ook gezien de bescheiden rol van onze minister-president. De minister-president is volgens artikel 45 van de Grondwet voorzitter van de ministerraad en dat is het. Hij mag ondersteund door een mini-staf proberen procedureel de zaak nog enigszins te volgen, maar heeft verder geen reële dwingende instrumenten tot zijn beschikking. De rol van de minister-president in Nederland is in vergelijking met andere ontwikkelde landen uniek klein, te klein in mijn visie. In een recente studie van het Institute for Government met de titel Center Forward is ingegaan op de taken van de Britse premier en de ondersteuning daarbij. De Britse context is geheel anders dan de onze, maar de taken van de minister-president zijn redelijk vergelijkbaar. Het rapport noemt als drie taken het zijn van leider van de grootste politieke partij, politiek leider van de regering en leider van de executive arm of government, including internationally and in crisis. Het rapport gaat vooral over die laatste rol en stelt daarover: Prime ministers have in recent time used the following set of capacities to support them in their executive role: policy advice and support, long-term policy development and direction, coordination and dispute resolution, progress assurance, incubating and catalyzing change, and communications and external relations. Daarvoor heb je, ook volgens het rapport, een stevige ondersteuning nodig. Bij ons heeft het kabinet van de minister-president al sinds jaar en dag een omvang van circa 15 man, inclusief een SG en een PSG. Dat is niet veel, gegeven de taken, en ook aanzienlijk minder dan de hoeveelheid staf waar de andere ministers over kunnen beschikken, en ook veel minder dan buitenlandse collega's. Zelfs in een land als IJsland heeft de minister-president meer beleidsadviseurs dan onze premier. Niet alleen de verkokering bemoeilijkt goed overheidsmanagement. Management bij de overheid is ook een verdacht gemaakt begrip geworden. Managers worden daar afgeschilderd als de grote plaag voor de goedwillende professionals die allemaal zonder management optimaal zouden kunnen functioneren. Het vertaalt zich in de wervingseisen voor managers bij de overheid, waarbij de politieke sensitiviteit de boventoon voert en als het om management gaat het accent ligt op het werken in teamverband en het zijn van coach. Het moeten vooral aardige, empathische mensen zijn, alsof dat het belangrijkste is als het om management gaat. Dat brengt mij op het tweede deel in mijn betoog, te weten de politiek-ambtelijke organisatie. De overheidsorganisatie kent een politieke component en een ambtelijke component. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, tot elkaar veroordeeld, zo u wil. Ik heb de verhouding tussen de minister en zijn SG ooit getypeerd als een tango, met de politicus in de mannelijke leidende rol en de SG die de moeilijke bewegingen moet maken. De verschillen tussen het werk in het politieke deel en het ambtelijke deel zijn in beginsel groot. Het politieke systeem wordt in toenemende mate beïnvloed door de snel wisselende publiciteit, waarbij kiezersgunst niet eens meer eens per vier jaar een rol speelt, maar via peilingen bijna op dagelijkse basis. Politici zijn via sociale media in constante dialoog met de samenleving en worden geacht onmiddellijk te reageren op opzwellende volksemoties. Sommigen doen dat formidabel, zoals minister Timmermans onlangs bij de ramp met MH17. Anderen doen dat veel minder en lopen tegen crisis en incidenten aan waar ze maar niet van afkomen. Daarbij krijgt dan vaak het ambtelijk systeem de schuld dat naar zeggen over te weinig politieke sensitiviteit zou beschikken om de politici voor uitgeleide te behoeden. Hoogtepunt was het debat over ProRail vorig jaar, waarbij door een ambtelijke stommiteit iets was misgegaan wat voor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aanleiding was in de Kamer haar gal over de ambtenaren te spuwen en aan te kondigen
dat de gehele ambtelijke top op een cursus politieke sensitiviteit zou moeten. De klassieke ambtelijke waarden, zoals deskundigheid, loyaliteit, neutraliteit, continuïteit, worden in toenemende mate ondergeschikt gemaakt aan die politieke sensitiviteit. Topambtenaren worden ook voorzichtiger, is mijn indruk. Ze mijden de publiciteit. Ze leggen bij ons niet, zoals in het Verenigd Koninkrijk, in het openbaar verantwoording af over het door hen gevoerde management. Ze verschijnen niet vaak in het openbaar om hun deskundig oordeel te geven, bijvoorbeeld bij vergaderingen van de vaste commissies in de Tweede Kamer. Opvallende uitzondering, ook daar weer de ramp met MH17. Daar kwamen de chefs van de krijgsmacht en politie en ook de NCTV naar voren, of werden naar voren geschoven om hun visie op de zaak te geven. Maar dat is uitzondering. In verband met de ongewisheid en soms ook onredelijkheid waarmee het politieke debat wordt gevoerd en waarbij regelmatig de vinger naar de ambtelijke dienst gaat, zorgen ambtenaren sterker dan vroeger dat hun niets te verwijten valt en dat het bewijs dat de minister op de hoogte was of had kunnen zijn goed wordt opgeslagen. In plaats van de tango, met zijn duidelijk onderscheiden rollen en sterk verschillende karakteristieken van de partners, dringt zich het beeld op van een andere dans, waarbij politici nog steeds de leidende rol vervullen, maar van de ambtenaren verwachten dat die precies dezelfde bewegingen uitvoeren. Wel geheel in de schaduw blijven en zich beperken tot het ondersteunen van de soms grote, maar ook vaak heel kleine acties die de politieke dans kenmerken. Ik ben geen groot kenner van dansvormen, maar in plaats van een tango zou ik denken aan een Engelse wals of een foxtrot of iets dergelijks. Waar vroeger een duidelijk onderscheid bestond in taken en karakteristieken tussen de politieke leiding en de ambtelijke leiding, vloeit dat meer en meer in elkaar, waarbij de politiek de toon zet. Topambtenaren zijn vooral de adviseur van de minister en veel minder de zelfstandige leider van een ambtelijke organisatie. Opvallend is daarbij dat ministers en staatssecretarissen in toenemende mate een achtergrond als hoge ambtenaar hebben. Ik heb dit eens nagegaan voor de kabinetten vanaf Lubbers 1 tot en met Rutte 2. Brinkman was aanvankelijk de eenzame uitzondering, vroeger DG bij Binnenlandse Zaken geweest. Van Voorst tot Voorst kwam erbij, Roel in het veld, zei het voor slechts 10 dagen. Onder Kok groeide het aantal verder, met Salm, Zorgdrager, Van Aartsen, Partijn als voorbeelden. En dat ging ook door onder Balkenende, wederom Salm, De Hoop Scheffer, later Bot, Donner, Verdonk, Tom de Graaf, Medi van der Laan, Sibyl Dekker. En ook het kabinet Rutte 2 kent een aantal bewindspersonen die hoge ambtenaar zijn geweest. Het zijn gemiddeld genomen ook niet de slechtste bewindslieden. Enkele off-day dagen later. De ambtelijke ervaring is kennelijk een goede voorbereiding. Maar ambtenaar geweest of niet, ministers opereren veel meer dan vroeger in de politiek-publicitaire schijnwerpers. Daarvoor is een ander soort ondersteuning gewenst dan bij een veel meer bestuurlijke gerichte wijze van werken. Ze selecteren dan ook bij voorkeur topambtenaren die hen kunnen bijstaan bij dat lastige werk, die gevoel hebben voor of zelfs plezier in die malle hectiek rond het Binnenhof. Het is duidelijk te zien in de vacatureprofielen van de ambtelijke top. Deskundigheid, groot netwerk op een bepaald beleidsterrein en bestuurlijke kwaliteiten staan niet meer als eis in de profielschetsen. Daarvoor in de plaats komen vooral veel procesvaardigheden die moeten garanderen dat enerzijds bewindslieden worden behoed voor gevaar en anderzijds er geen onrust in de tent komt. Bewindslieden weten maar al te goed hoe kwetsbaar ze zijn bij dat soort onrust. Het kwam vroeger regelmatig voor dat een wethouder van een grote stad SG of DG werd, omdat in die functies hun bestuurlijke kwaliteiten goed gebruikt konden worden. Tegenwoordig is het omgekeerde meer aan de orde en worden SG's en DG's wethouder. Dat is heel interessant. De ambtelijke top wordt in de positie gedwongen om zich dicht bij de politieke top op te stellen en in de gaten te houden of het in de onderlinge wisselwerking allemaal wel goed gaat, in plaats van zichtbaar te zijn als leiding van een ambtelijke organisatie met een eigen verantwoordelijkheid of zich op te werpen als de unieke expert op een bepaald beleidsterrein. Nederland heeft bovendien ten opzichte van vele andere landen zeer weinig politici, zeer weinig bewindslieden. Van 30 bewindslieden nog onder Lubbers 1, via 29 onder Kok 2 en 27 onder Balkenende 4, naar 18 nu in kabinet Rutte 2. Hoe minder politici, hoe beter, is het tegenwoordige credo. Een curieus voorbeeld van vergaande zelfsthaast die echter miskent dat de arbeidsintensiteit van het politieke werk nationaal en internationaal anno 2014 erg hoog is. Als daar onvoldoende mankracht voor beschikbaar is, wordt het of niet gedaan of komt het op het bordje van de topambtenaren terecht waar het niet hoort. Het draagt allemaal bij aan de door mij gesignaleerde samenklontering van functionaliteiten, waardoor iets ontstaat dat nog niet helemaal te duiden is. Het positieve van de ontwikkeling is wel
dat er geen voor het publiek zichtbare wrijvingen zijn tussen de politiek en de ambtenarij op het ogenblik. Althans, dat valt erg mee. Men verstaat elkaar goed en concentreert zich op het bevorderen van de goede loop der processen. Mijn zorg is echter wel of de countervailing powers nog wel voldoende zijn. Of er nog wel voldoende truth to power wordt gesproken. Of er nog wel ruimte is voor andere, langere termijnen dan de politiek relevante en naar zijn aard korte termijn. Een te nauwe verbinding tussen het politieke en ambtelijke systeem kan dat nadeel hebben. Ambtenaren worden onderdeel van de door mij al genoemde groupthink, die wordt gedomineerd door politieke overwegingen. Ambtelijke waarden staan daarbij onder druk. Als ik kijk naar het ambtelijk bestaan in het algemeen, dan zie ik ook op het ogenblik een nog steeds groeiende vorm van verwaarlozing. Politiek toont weinig belangstelling voor de ambtelijke dienst en neemt nauwelijks initiatieven op dat terrein. De ambtenarenwet van 1929, gecontrasigneerd door de grootvader van Pieter en Donner, is een onleesbare en ongelezen wet geworden, vooral gevuld met integriteitsbepalingen die een beeld van ambtenaren oproepen als potentiële zondaren die alleen via intensieve regelgeving en klokkenluiders van wangedrag afgehouden kunnen worden. Maar niets in deze wet over positieve ambtelijke waarden. Weliswaar wordt nu eindelijk enige vordering gemaakt met het opheffen van de ambtelijke aanstelling en de vervanging door een modern regime van arbeidsverhoudingen, maar het is niet de regering die hier het initiatief heeft gehad. Het leek alsof de minister, verantwoordelijk voor de ambtenaren, dit politiek lastige onderwerp, ondanks het feit dat het expliciet in het regeerakkoord stond, graag overliet aan de oppositie die hier al eerder het initiatief in had genomen. Dat de nota over de Rijksdienst hervormingsagenda heet, wil nog niet zeggen dat er ook hervormingen in staan. De minister voor de Rijksdienst beperkt zich tot het sturen op budget, wat via de begrotingsregels van financiën heel gemakkelijk is, laat de omvang en de organisatie van de Rijksdienst voor wat die is. En stelt voorts dat de in gang gezette projecten op het gebied van de bedrijfsvoering worden voortgezet. Prima natuurlijk, maar geen hervorming. De arbeidsvoorwaarden voor Rijksambtenaren zitten al enige jaren op dood spoor met het uitblijven van een nieuwe CAO. Waar salaris normaal gesproken een uitdrukking is van waardering, laat het salarisbeleid zien dat die waardering nul is en voor de ambtelijke top zelfs negatief. Hoewel wij maar liefst twee ministers hebben die over ambtenarenzaken gaan, zijn ze daar in de praktijk naar mijn schatting niet veel tijd aan kwijt. Er is dus aanleiding voor zorg, overigens wel met enige relativering. Het gaat bij ons niet in alle opzichten goed, maar in andere landen is sprake van vergelijkbare ontwikkelingen. Relativering ook, omdat we vaak kunnen zien dat de overheid heel veel dingen heel goed doet. Waardering voor het politiek en ambtelijk optreden na MH17 was terecht heel erg groot. Maar een afscheidscollege is niet de plaats voor relativering. Ik wil dan ook een poging doen, korte poging, te schetsen hoe het beter zou kunnen. Ik kies als invalshoek daarbij een aantal organisatorische, op het management gerichte veranderingen, waarmee beter vorm kan worden gegeven aan een organisatie die niet werkt op basis van verkokering, maar op basis van samenhang. Een organisatie waarin veel meer dan nu sprake is van collectieve verantwoordelijkheid, beter geschikt voor het werken in de complexe, hedendaagse netwerken. Een verkokerd systeem moet je heel anders besturen dan een model op basis van samenhang en integratie. Ik ben me daar overigens ter volle bewust van het belang en de beperkingen van de staatkundige, politieke en maatschappelijke kaders waarin het bestuur nu helemaal werkt. Maar ik geloof zeer in veranderingen die geleidelijk worden ingevoerd, die van onderop komen en waarvoor je de grondwet niet hoeft te wijzigen. Te vaak zijn vernieuwingen van de overheid gericht op de staatkundige, in de grondwet verankerde structuren. Die vernieuwingen zijn in het verleden vaak gestorven in schoonheid. Ik kom tot een paar suggesties. In de eerste plaats, verklein nu echt de Haagse beleidskernen, niet in woorden, maar in werkelijkheid. Er zijn ongeveer 30 belangrijke beleidsonderwerpen. En zowel hun aantal als hun soort is betrekkelijk constant. Een groot en druk beleidsterrein als de gezondheidszorg kende in mijn tijd bij VWS, toen er nog wachtlijsten en stelselherzieningen aan de orde waren, dus veel werk, een directoraat-generaal met circa 150 ambtenaren. Er is geen reden waarom andere beleidsterreinen veel meer ambtenaren zouden moeten hebben, eerder het omgekeerde. Ergo, met circa 4500 beleidsambtenaren is het totale beleidsveld goed afgedekt. Voeg daar nog enige, zij het bescheiden overheid aan toe, als mede kleine hoofdkantoren van een paar grote uitvoeringsdiensten als de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. En dan kom je ergens rond de 6000 beleidsambtenaren uit, in plaats van de ruim 10.000 van nu. Capaciteit om dan vooral met elkaar in discussie te gaan of overal maar bij te gaan zitten, ontbreekt dan. Evenals de mogelijkheid voor eindeloze capaciteitvretende coördinatiesystemen.
Een volgende stap zou kunnen zijn om die beleidsambtenaren niet meer in ministeries onder te brengen, maar in één arbeidsorganisatie. Van daaruit kunnen ze dan toegewezen worden aan onder ministers vallende beleidsgebieden. Het ministerie als organisatieprincipe komt dan te vervallen. De verkokering is dan echt voorbij. Een toekomst zonder ministeries. Grondwettelijk is dat geen enkel probleem. Ministers kunnen heel goed op basis van het tweede lid van artikel 44 van de grondwet worden benoemd. Vreemd? Dat valt wel mee. In Zweden hebben ze zoiets. En in Schotland hebben ze dit enige jaren geleden ook met veel succes ingevoerd. Mijn tweede suggestie. Breid het aantal bewindslieden uit, zodat de politieke functies over de hele linie goed kunnen worden uitgevoerd. Wellicht dan niet met meer ministers, als men veel belang hecht aan een klein centraal comité voor de strategische kwesties, maar zeker wel het aantal staatssecretarissen. De situatie nu met twee keer zoveel ministers als staatssecretarissen is onlogisch. En kijk ook eens of er niet nieuwe politieke functies moeten worden gecreëerd, zoals de parliamentary secretaries in het Verenigd Koninkrijk, junior ministers, parlementarische staatssecretaire in Duitsland. Halveer het aantal topambtenaren in de hoogste ambtelijke schaal. SG's, DG's en inspecteurs-generaal, 60 in totaal, zitten nu alle in dezelfde schaal en verdienen grosso modo ook allemaal hetzelfde, ongeacht de zwaarte van hun werk of hun resultaten. Dat is merkwaardig en ook niet geschikt om topprestaties te bevorderen. Ik zou voorstander zijn van een systeem waarbij je een beperkt aantal echte topambtenaren hebt, die zowel beleidsclusters als grote uitvoeringsdiensten kunnen leiden en die ook zichtbaar zijn als leiders daarvan en in het openbaar verantwoording afleggen over het door hen gevoerde beheer. Ik wijs wel eens op Canada, dat niet slecht bestuurd wordt door twee keer zoveel bewindslieden, maar de helft van het aantal topambtenaren. Die curieus genoeg daar overigens deputy minister heten, maar echt ambtenaar zijn. Of denk eens na over een systeem van ambtelijke staatssecretarissen, zoals Duitsland, Zweden en Polen hebben. Dat is beter dan beknibbelen op het aantal politieke functionarissen en vervolgens in toenemende mate benadrukken dat topambtenaren vooral politiek sensitief moeten zijn. Of een toevlucht te nemen tot de ongrijpbare, nog ambtelijke, nog politieke figuur van de politieke adviseur. Ten derde, zorg dat het ministerie van Algemene Zaken ook zodanig kwantitatief en kwalitatief bemand wordt dat de rol van de premier ook daadwerkelijk goed kan worden ondersteund. We hebben ooit bij ons dus een poging gedaan om te komen tot een pendant van de toenmalige Britse Delivery Unit, een stevige eenheid van 50 man bij de prime minister die de voortgang van het regeringsprogramma bewaakte en met name keek naar de resultaten. Ik heb onze poging toen oneerbiedig aangeduid als een homeopathische variant van het Britse systeem. En dus net zo effectief als homeopathie. Maak de SG van AZ ook daadwerkelijk de hoogste ambtenaar en onderstreep dat door hem ook secretaris van de ministerraad te laten zijn, zodat hij, net als de gemeentesecretaris, kan functioneren als linkingpin tussen het politieke systeem en het ambtelijk systeem. En daar, als het nodig is, ook zijn zegje kan doen als het politieke luchtfietsen iets te grote vormen aanneemt. Ten vierde, maak van de directeur-generaal van de Algemene Bestuursdienst een regeringscommissaris die rechtstreeks rapporteert aan de minister-president. Die regeringscommissaris moet waken over de ambtelijke waarde en de kwaliteit en neutraliteit van de ambtelijke dienst. Een regeringscommissaris heeft een net wat grotere onafhankelijkheid dan de directeur-generaal ABD, die nu gewoon lid is van de bestuursraad van BZK en geen bevoegdheden heeft om de waarde van de ambtelijke dienst te bevorderen en te handhaven. Ten vijfde, geef veel meer aandacht aan de kwaliteit van het ambtelijk management. Dat begint al met het hanteren van vacatureprofielen waarin de nadruk ligt op managementkwaliteit en deskundigheid op een bepaald terrein, in plaats van de vage, vaak modieuze bewoordingen die nu worden gebruikt. Neem de vacatureprofielen ook serieus. Tegenwoordig staat in de profielen voor de topmanagers dat ze minimaal moeten voldoen aan 3 van de volgende 4 eisen. Ervaring bij minimaal 2 departementen. Ervaring in minimaal 2 delen van de 4-deling beleid, staf, uitvoering en toezicht. Internationale ervaring en ervaring buiten de Rijksoverheid. Dat is wat. Dat zijn prachtige eisen, mits die serieus genomen worden. Maar bij de feitelijke benoemingen blijkt dat daar regelmatig de hand mee wordt gelicht. Ten slotte, ontwikkel een arbeidsvoorwaardenpakket voor de ambtelijke top dat wervend en stimulerend is. Pim Fortuyn noemde het ook al. Begin daarbij niet met het louter politiek bepaalde ministersalaris als norm, maar kijk naar wat op grond van arbeidsmarkt en professionele overwegingen redelijke normen zijn. Het huidige beleid is zogenaamd gebaseerd op het rapport van de commissie Dijkstal, maar heeft uit dat rapport alleen maar overgenomen dat het ministersalaris het hoogste in het politieke domein moet zijn. Een mooi voorbeeld van politiek vaak voorkomend cherrypicking.
Een te laag en op alleen politieke gronden gebaseerd beloningsniveau zal leiden tot een langzame erosie van de kwaliteit en ook stimuleren dat topambtenaren hetzelfde gaan doen wat ministers nu al doen, namelijk na een beperkt aantal overigens interessante jaren van hard werken en lage beloning, vervolgens in het tweede deel van hun carrière de lust te gaan incasseren. Prima dat ministers voor hun hondenbaan een hoog salaris krijgen, hoger ook dan de ambtelijke top. Dat is een puur politieke beslissing, maar baseren het professionele salaris op professionele overwegingen en niet op politieke opportuniteitsoverwegingen. Het zijn enkele suggesties gericht op verbetering van de kwaliteit van de overheid. Wellicht belangrijker nog dan het volgen van deze suggesties is de oproep meer aandacht te geven aan die kwaliteit, zowel op politiek als ambtelijk niveau. Ik heb wel eens de indruk dat men aanneemt dat onze publieke sector behoort bij, laten we zeggen, de beste 5 ter wereld en dat dat ook zo zal blijven. Dat is echter een misverstand gebaseerd op een te grote zelfgenoegzaamheid. Onze publieke sector is goed, vooral onze publieke kennisinfrastructuur met zijn planbureaus en kennisinstituten, die gelukkig ook in het politieke debat een rol spelen. We kunnen ons dan ook behoorlijk meten met andere landen, maar de groep landen neemt in hoog tempo toe en bij veel landen is sprake van ontwikkeling, ik kom dat tegen in OESO-verband, sprake van ontwikkeling die verder gaan dan bij ons. Spreken van vreemde talen is een goed voorbeeld. We hadden op dat terrein een voorsprong, maar de regelmatige bezoeker van internationale fora weet dat dat niet meer het geval is. Een toekomst zonder ambtenaren, zoals de titel was van de oratie van Pim Fortuyn. Dat zie ik niet. En Fortuyn zelf zat dat ook niet. Het is in zijn betoog bij de titel gebleven. Maar wel een overheid die niet zo eenzijdig gefixeerd is op de Haagse beleidskernen. Een overheid waarin niet de Haagse interventie en controle als het grootste goed voor het algemeen nut wordt gezien, maar die problemen ook eens laat liggen. Een kleine centrale overheid die zich beperkt tot de hoofdlijnen, maar dat wel heel goed doet. Met meer bewindspersonen en minder topambtenaren, kleinere beleidskernen, wel bezet door de best en de brightest die er te vinden zijn, goed betaald voor hun zware en verantwoordelijke werk. Een toekomst zonder ministeries, dat lijkt me wel wat, maar dat zal nog wel enige tijd nodig hebben. De organisatie van de overheid verandert niet makkelijk. Een leerstoel als de Albeda-leerstoel moet daarbij een zeer kritische en stimulerende rol spelen. Ik heb dat altijd met veel plezier gedaan en heb ongetwijfeld met evenveel plezier wel eens op iemands tenen gestaan. Dat hoort er ook bij. Ik dank het bestuur van de leerstoelen, de COP-leerstoelen, voor de mij geboden gelegenheid. Ik dank het COP en met name Loes voor de prima ondersteuning die ik in de afgelopen 6,5 jaar heb mogen hebben. Dank u zeer.